Goedemorgen. Het is dit een haarbal? Nou, lekker geworden. Het is vandaag maandag 7 februari. En het is veel te vroeg. Ik weet niet of je het aan mijn kleine oogje kan zien. Maar Goedrink was vroeg wakker. Die kon niet meer slapen. En die dacht, ik ga de vaat doen. Maar ja, daar slaap ik natuurlijk niet doorheen. Door kletterende borden en dingen. Dus ik ben nog even een half uurtje blijven liggen op mijn telefoon. Maar toen begonnen de katten te mauwen. Want die horen dan precies dat ik... Hoe? Echt? Ik weet niet hoe. Maar die horen dan gewoon dat ik wakker ben. Dus ja, toen dacht ik, ga eruit. We hebben een lange maandag. Maar ik was helemaal verbaasd. Want normaal gesproken ben ik degene die Goedrink wakker maakt. Rond een uurtje of nou, half elf. Elf uur soms zelfs. Omdat ik het zonde vind als hij zijn hele vrije dag alleen maar slaapt. Hij vraagt het ook altijd of ik dat wil doen. Maar dat hij om 7:45 's ochtends ineens de vaat zou staan te doen. Die zag ik niet aankomen. Maar ik ga het overleven. Ik heb gewoon nog even iets meer tijd nodig om een beetje wakker te worden. En hij zit ondertussen te chillen op de bank. Het is wel lekker dat de vaat al gedaan is. Dat is toch wel echt super fijn. Je kan die plant niet opeten. Die heeft al allemaal tandjes van jou erin. Ik ga hem even lekker aankleden. Ik kreeg vanochtend een berichtje van de zangdocenten of ik morgen een half uurtje eerder kan. Moet ik nog even beantwoorden. Maar dat is in principe geen probleem. Het is echt heel duidelijk dat ik vandaag of morgen of een deze dagen ongesteld moet worden. Dat zei ik vorige week ook. Ja, maar dat is dus nog steeds een beetje het geval met het ontpillen wat ik aan het doen ben. Dat mijn normale hormonen nog op gang aan het komen zijn. En ik dus nog alles behalve een vaste cyclus heb. Of misschien heb ik die van nature ook wel niet. Dat is zeg maar waar we nu achter komen. De eerste keer was ik 8 dagen te laat. De tweede keer was ik 3 dagen te laat. Nu ben ik 4 dagen te laat. En ik ben gewoon echt cranky. En ik ben een beetje salty. Ik zit de hele tijd een beetje te snauwen. Ja, hoort erbij, weet je. Ik kan me er niet schuldig om voelen. Nee. Ik ben ook gewoon moe. Mijn lijf is moe. Dus het zit er vast aan te komen, denk ik. Het zal wel lekker zijn. Ik heb dat altijd wel. Als het er aankomt, dat ik dan echt denk, nou kom dan maar gewoon. Dan zijn we er ook weer vanaf. Maar ja, het is dus even afwachten. Het is niet zo gek hoor, want het is natuurlijk pas 3 maanden. Dus ik denk niet dat ik al weet hoe mijn normale hormoonspiegel en alles werkt. Maar ik vind het wel irritant, want ik zit er wel echt op te wachten. Vandaag in de aanbieding is de 2 keer 2 stuks, 1,50 Griekse yoghurt. Maar ze zijn allemaal goed tot vandaag. En ik doe dus echt wel nou een week met zo'n ding. Dus dat ga ik toch gewoon niet doen. Halve prijs voor pompoensoep. Pompoensoep. Dat vind ik niet zo lekker. Salade misschien? Nou, ook niet denk ik. Uitjes. Zilveruitjes. Want die verspillingsbak vandaag wil dat ik slagroomtaart eet. Slagroomtaart? Nee, we hebben nog cheesecake thuis. Stoofpeertjesvlaai. Mokka snieten. Oh, dat vindt mijn moeder lekker. Oh, vervelend. Boerenkool. Veggie paprika. Oh, vegan paprika worst. Het is 7 vandaag, hè? Nou, ik vind het er niet echt smakelijk uitzien, eerlijk gezegd. Alpro. Melk. Half vol. How is this olive oil? Ja, het is gewoon een kerstsferen. Tandpasta. Die hebben we nodig. Die gaan we meenemen. 100%. Gewoon gelijk ook 4, denk ik maar. Een bamboetandenworstel. Grappig. Airwick. Is het niet, hè? Tandpasta. Cavity. Dat klinkt goed. Groenteborio. Boter. Selderij. Lenteui. Munt. Eieren. Tomaten. Wat zit hierin dan? Uitjes. Dit zijn dan denk ik de zilveruitjes. Ja. Nog meer tomaten. Avocado's. Hier is sugar snaps. En daaronder gewone boontjes. 3 passievruchtjes. Bloemkool. Citroenen, ananas, mandarijntjes en spinazie. Jumbo, bagels, kipfilet, pesto, een biefstukje voor Goedrink. Een flat white, pasta, Griekse yoghurt, toch salade. Ik zei heel leuk nee, maar hij had het toch nodig voor de tortillas. Maiswafels, nieuwe pindakaas. Ik heb de hele pot alweer op.
Dan hebben we tomatenblokjes. 4 van de Jordan Cavity Defense. En de bagels had ik al, toch? Het is weer niet zoveel, maar ja. Ik zei vorige week dat ik het huis leeg wilde maken. En dat is een klein beetje gelukt, maar niet heel erg. Want we hebben donderdag eten besteld. Goed, ik heb sushi besteld. Woensdag heb ik pasta gemaakt. Dat is precies de enige dag dat ik gekookt heb. Want ik heb donderdag bij mijn oma gegeten. Vrijdag bij Birdie gegeten. Zaterdag op het werk bij Godrie gegeten. En gisteren heb ik lekker bij Marilou en Yasha gegeten. Dus ik heb maar 1 keer gekookt. Maar ik heb wel gewoon gezond gegeten. Alleen is weinig thuis. Dus ik heb alsnog niet heel veel gekocht. Want veel groente was nog goed. En ik wil toch even zorgen dat we niet te veel hebben. Want ik wil het niet weggooien. Kom jij nou weer doen, kleine? En ik denk wel dat ik vandaag lekker een energy drinkje ga nemen. Er staan er nog 2 in de koelkast van toen Birdie hier was. Toen ik die allereerste op heb. Volgens mij was dat 28 januari. Ik kan me herinneren dat de maand nog 3 maanden duurde voordat ik een maand geen energy drank had gedronken. Dat is nog geen week geleden. Dat is 10 dagen geleden. Ah, ik vind dat ik er wel weer in mag. Mijn semi-prof darter heeft mijn kaars gesloopt met een dartpijl. Knap, hè? En de muur ook trouwens, maar dat fix ik, geloof me. Dat is niet heel moeilijk, heb ik eerder gedaan. Maar zoals je ziet is hij nog niet zo goed als hij zou moeten zijn. Maar ja, dat betekent toch, kan ik hem nog aansteken, denk je? Ik denk eigenlijk van wel. Als ik hem gewoon aansteek, dan smelt hij toch wel weer door. Maar ja, onder het dak wordt het niet zo handig. Misschien moet ik hem even verplaatsen dan. Dat betekent wel dat het eindelijk tijd is om hem een keer aan te steken. Ik had de tv aangezet voor short track om Shanky Knecht te bekijken. Dank je. Alleen vervolgens raakte ik helemaal verdwaald in curling en rodelen. Terwijl, dat heb ik nog nooit van mijn leven gekeken. Maar op een gegeven moment was ik helemaal in geïnvesteerd. Ik dacht, ik moet weten hoe dit eindigt. Ik wil weten wat er gebeurt. Maar het betekent wel dat ik nu gewoon de ondertussen donker is en ik 3 uur lang Olympische Spelen heb zitten kijken. En dat Godrik op mijn aanraden, een soort van. It's not even Portuguese time, it's Spanish time. Ja, geld heeft ingezet op. Hoe heet zij ook alweer? Dit is ons. Nee, schaatsen. Ja. Waar hebben we geld op gezet? Goud voor de jong. No, podium voor. Oh ja, podiumplaats voor. Oh ja, Kroll en some guy. Ja, Niels. Nee. Die knappe vent, hoe heet hij nou? Knuist. Nou. Wel. Nuis. Kjeld Nuis. En Kroll, dat die alle twee een podiumplaats krijgen. En als ze dat morgen doen, dan.
verdient hij 150 euro. Mm. Oh, lekker. Mm. Tortilla met kaas en tomatensoep. Ik wilde graag... Ik heb gevraagd of hij de soep weer wilde maken. En heeft hij dus tortilla's die we vanmiddag hebben gekocht met kaas bij gedaan. Misschien heb je het al op Instagram gezien, want ik heb het daar gedeeld. Maar mocht je het niet gezien hebben, wij zijn begonnen aan de serie This Is Us. En het is echt een dikke vette aanrader. Oh nee, het staat nu hier. Bij de achter hun voer. Zal ik even helpen? Pyjama vergeten, maar in ieder geval. Echt goed in geacteerd en gewoon echt een keer een verrassende verhaallijn. Dat je niet gelijk weet hoe het afloopt. Soms is dat heel fijn bij een goede romcom. Dan wil ik dat het afloopt zoals je denkt. Maar dit is echt origineel. Dus echt Amazon Prime is het wel. Dus dat moet je wel hebben. Maar Amazon Prime is natuurlijk eigenlijk, volgens mij is het de goedkoopste. Het is 3 euro per maand. En ik vind het echt leuk. Ik zou zelfs misschien wel Netflix ervoor willen opgeven. Maar dat komt ook wel omdat we Netflix natuurlijk al heel lang hebben en al heel veel gezien. Ik ga douchen. Oh, natte sokken. Ik had mijn make-up remover niet onder de douche. Het ging mijn hele routine in de war. Normaal heb ik echt zo... Ja, ik denk dat iedereen dat heeft. Gewoon zo'n volgorde onder de douche van wat je eerst doet. En een van de eerste dingen die ik doe is mijn make-up eraf halen. Maar ja, dat ging dus nu niet. Ik moet weer even naar Lidl. Want ik heb dus altijd die van de Lidl, van Sien. Double Effect. En die is zo fijn. Net als deze watjes van Garnier. Die zijn ook echt goud. Die zijn eigenlijk nog beter dan die van de Action. Al gebruik ik die ook. Maar als ik de keuze heb. En nu had ik alle was opgevouwen. Het was vandaag wel weer lastig. En ik merk dat ik me daar een beetje schuldig over voel. Dus ik ga het toch even uitspreken. Om, nou ja, misschien, ja weet ik veel. Omdat het gewoon op mijn hart ligt. Maar hij ging dus vandaag editen. En alle beelden stonden op dit kaartje. En daardoor kon ik heel lang niet vloggen vanmiddag. En toen heb ik natuurlijk wel lekker gewoon Olympische Spelen gekeken. Maar ik merkte dat ik een beetje elke keer op het puntje van de bank zat. Zo van, is die nou al klaar? Is die nou al klaar? Ik wil zo graag weer vloggen. Ik wil, want ja, ik stop mijn dag dan ook een soort van. Omdat ik dus niks kan filmen. En ja, ik heb de was opgevouwen. En dat heb ik dus niet gefilmd. Maar vandaar, ik heb het idee dat deze vlog heel kort is. Dus daar wilde ik even sorry voor zeggen. En ik ga het oplossen. Oh, hoor je mijn maag? Ik ga 100% een kaartje voor hem kopen deze week. En dan hebben we daar dus helemaal geen last meer van. Het is een beetje gek, want dit programma moet vanaf dat kaartje werken. Ik heb het geprobeerd om dan op de laptop gewoon te zetten. Maar dan vindt hij de bestanden niet. Dat is echt super gek. Verder is het een heel fijn programma. En normaal heb ik geen last van, want dan edit ik op dagen dat ik niet vlog natuurlijk. Die 3 dagen in de week dat ik niet vlog, zit ik eigenlijk bijna alleen maar achter de computer. Maar ik hoop dat jullie het toch een beetje leuk vonden. En zo niet, dan beloof ik plechtig dat ik de volgende keer weer beter mijn best doe. Ik ga nog heel even met water alsnog mijn ogen schoonmaken. Want anders blijven ze een beetje olieachtig van de make-up remover. Ik vind het niet zo lekker. En mijn haarserumpje indoen. De nachtserum. En dan ga ik lekker pitten. Morgen om 11 uur nu zangles. Dat is een totaal andere tijd. Het is weer helemaal veranderd. Maar het is eigenlijk heel fijn. Want om 11:30 begint het schaatsen en dat wil ik echt graag zien. En goed, Rick heeft er dus geld op gezet. Niet heel veel hoor, volgens mij 25 euro. En als het echt gebeurt, dus als zowel Kjeld Nuis als, hoe heette die andere ook alweer? Maar we hebben het wel gezegd net al. Als die alle twee op het podium staan, dan wint hij 150 euro. Ik denk niet dat ik ga vloggen, omdat hij dus TikToks gaat opnemen ook. Maar woensdag zal ik jullie updaten. Ginny neemt ook even afscheid van jullie middels de kattenbak. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.